In deze aflevering geef ik je vijf tips voor het maken van lokale prestatieafspraken met onder meer de gemeente en de huurdersorganisatie van jouw coöperatie. Ja, als coöperatie maak je natuurlijk regelmatig lokaal prestatieafspraken met gemeente, met huurdersorganisatie, met andere partijen die daarbij betrokken zijn. En um, daar zijn een, een aantal belangrijke tips die ik je daarvoor wil, wil meegeven. Eén uh, is eigenlijk: uh, ga nog verder dan wat je misschien al doet met gezamenlijk onderzoek. He, dus leg echt een gezamenlijke basis met uh, gezamenlijk uitgevoerd of gezamenlijk uh, als opdrachtgever laten uitvoeren uh, van woningmarktonderzoek. En um, daarmee zorg je natuurlijk dat je dezelfde feiten deelt. En dat is één, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar daarnaast kun je ook gaan kijken: van, ja, kun je dat nog wat verder uitbreiden, dat gezamenlijke onderzoek wat je doet? En misschien meer onderzoeken samen doen, misschien regelmatiger samen onderzoeken doen. Zodat je die onderzoeken ook kunt gebruiken, niet alleen maar voor de prestatieafspraken, maar ook voor je ondernemingsvisie, voor het woonbeleid van de gemeente, voor je portefeuille-sturing, voor wijkplannen, allemaal dat soort zaken. Leg daar één gemeenschappelijke basis onder, die niet alleen maar dan voor de verschillende, uh, voor de verschillende plannen hetzelfde is, maar ook voor de verschillende partijen, um, ja, uh, door de verschillende partijen wordt, uh, wordt ondersteund. En dus ga daarin nog een stapje verder dan wat je misschien al doet. Een tweede tip is: faciliteer ook echt een gelijkwaardig kennisniveau. Dus faciliteer en stimuleer in ieder geval dat je gesprekspartners, dus in ieder geval de gemeente en de huurdersorganisatie, die daarin toch wel de belangrijkste zijn en die ook het meest zeg maar, overall op alle thema's willen en kunnen meepraten. Dat die ook voldoende kennis hebben van hoe de coöperatie werkt, financieel, maar ook breder dan dat. Ook hoe de volkshuisvesting in elkaar zit. Dus richting huurders zul je daar misschien ook financieel een bijdrage aan willen leveren. Maar in ieder geval stimuleer dat, dat je gesprekspartners daarvan op de hoogte zijn. En dat je, dat je daar vervolgens ook het goede gesprek over kunt voeren. Richt vervolgens ook het proces samen in, hè? dus dat is eigenlijk de derde tip, um, zodat je weet wat je van elkaar kunt verwachten. Hè, dus spreek van tevoren echt, neem even echt gewoon de tijd, hè? ga niet meteen de inhoud in, hoewel die, uh, dat natuurlijk verleidelijk is om te doen, uh, maar ga eerst even de um, bovenhangen met elkaar en ga met elkaar afspreken van oké, okay, wat verwachten we van elkaar, hoe verlopen de gesprekken, uh, wat is er wel en ook niet onderdeel van de prestatieafspraken. Um, hoe doe je de procesbegeleiding? Doe je dat zelf of laat je dat door een externe doen? En hoe monitor je ook de voortgang van de gesprekken zelf, maar ook daarna natuurlijk van de afspraken? Daar kom ik, dat laatste kom ik zo ook nog even op terug. Een vierde tip is: zorg echt voor wederkerigheid. Dit heb je waarschijnlijk al eerder gehoord en we praten er ook al heel lang over. Maar toch zie ik in de praktijk nog steeds dat coöperaties snel de neiging hebben om. Um, ja de prestatieafspraken ook een klein beetje te zien als um, ja, uh, waarbij je eigenlijk de wensen van de andere partijen bespreekt, waarbij de coöperatie er vervolgens mee aan de slag gaat. En je wilt daar eigenlijk veel meer wederkerigheid in, zodat, je, um, ja, zodat, zodat dat dus niet is, zodat het niet het, het ophalen eigenlijk bijna van wensen is, waarbij je dan als coöperatie als enige daar vervolgens mee aan de slag moet. Uh, maar dat je echt een gezamenlijk idee formuleert en dat je ook een gezamenlijk project hebt waar je echt samen ook in de uitvoering mee bezig bent. Zodat je ook in de uitvoeringsfase uh, elkaar blijft vasthouden en uh, dat samen echt, uh, echt doet en ook ieder uh, zijn eigen rol daarin heeft. En om ook echt een bijdrage te leveren, zodat het ook echt gaat lukken, zodat ook echt iets wordt uitgevoerd. Um, het zorgt dus ook wat je van de gemeente, dat, je, dat, je, dat ook duidelijk is wat je van de gemeente mag verwachten. Op het gebied van grondbeleid, op het gebied van ruimtelijke ordening. Maar ook van een huurdersorganisatie mag je wel degelijk iets verwachten. Bijvoorbeeld dat zij ook de plannen goed kunnen uitleggen aan hun achterban. Dat ze ook kunnen uitleggen waarom ze daarmee akkoord zijn gegaan. En andersom dat ze ook signalen uit hun achterban ophalen. Die ze vervolgens ook in het gesprek in kunnen brengen. En dus meer dan alleen maar hun eigen. Mening van de personen die daar dan toevallig namens de huurders zitten. Um, en natuurlijk um, is dat veel gevraagd, zeker voor een huurdersorganisatie. Um, maar ik denk wel dat het helpt. Hè. Het helpt hen vervolgens ook weer om een veel meer gelijkwaardige gesprekspartner te zijn. Dus zorg ervoor dat je dat faciliteert als coöperatie. Um, daar heb je zelf natuurlijk ook baat bij. Dat je een goede inbreng krijgt. En dat vervolgens ook de plannen. Goed kunnen worden uitgelegd. Um, maar de huurdersorganisatie zelf heeft er ook baat bij... ...omdat je veel meer als gelijkwaardige partner dan uh, aan tafel zit. Een um, laatste tip is, uh, maak ook echt realistische afspraken... ...over de uitvoering en de monitoring. Uh, dus um, de bedoeling is natuurlijk niet om uh, volgeschreven papier uh, op te leveren... ...maar uiteindelijk om echt veranderingen in uh, het papier... Uh, in, in, niet, nou, niet, niet, niet in het papier dus juist, maar in het, in het steen, in het beton, in het hout van de woningen en in de, uh, en, in de bewoning uh, daarvan uh, om dat te realiseren. En um, uh, denk dus niet te snel van dat je er al bent met het maken van afspraken, maar leg ook echt vast van oké, okay, hoe gaan we dit monitoren? En een hele belangrijke is denk ik ook om echt heel goed te doorleven wat de consequenties zijn van het maken van bepaalde afspraken. Als je dus bijvoorbeeld gaat afspreken van ik wil veel nieuwbouw doen. Ja, dat betekent natuurlijk voor de corporaties, Maar dat betekent ook iets voor de gemeente. In wellicht ook gronden ter beschikking stellen. Uh, in uh, ook natuurlijk sowieso de vergunningverlening. Ja, dus zorg ervoor dat iedereen aan tafel die consequenties echt helemaal doorleeft. Dat je um, ja, bij wijze van spreken even met z'n allen in de tijdmachine gaat zitten. En even gaat voelen van oké. Okay, wat gebeurt er dan eigenlijk als we deze afspraak ook echt gaan uitvoeren. Um, en... Dat, dat, dat voelt soms een beetje gek. Hè? Soms dan, uh, uh, heb je heel snel het idee van: oh, maar dat weten we al wel uh, en dat is toch logisch. Of juist van: nou, maar dat zien we dan in de praktijk wel. Maar het helpt heel erg om die consequenties al wel nu hè, op het moment van besluitvorming te doorleven. Zodat je ook echt met volle overtuiging die prestatieafspraken kunt ondertekenen en zodat je ook. Um, he, want het kan natuurlijk ook zijn dat je dan op het moment dat je die afspraken gaat doorleven dat je denkt nou misschien is het toch niet zo'n goed idee of misschien is het toch wel veel werk um, nou dan moet je er misschien nog even over doorpraten um, maar als je dan de afspraken ondertekent ja, dan ga je er ook echt voor in en dan is de kans dat ze ook echt worden uitgevoerd natuurlijk vele malen groter en wat ik net al zei het gaat natuurlijk niet om het realiseren van papier eh, van die ondertekende afspraken maar uiteindelijk om ook echt in het straatbeeld in het in het beton, in het hout en in het, in het sociale gedeelte ook echt veranderingen teweeg te brengen. Ik wens je daar heel veel succes mee eh, bij de eerstvolgende prestatieafspraken en eh, graag ook weer tot de volgende aflevering natuurlijk. Doei!